moet je zeggen, ik vind het buitengewoon handig. Ga goed hoor. Ja, prima zo. Volgens mij krijg ik het schoon. Nee, ik heb liever een borstel. Ah, het is handig. Zeker weten. Ja, dat werkt best. Prima. Nou, of het nou handiger is, dan zou ik hem hoger willen. Jij hebt geen vaatwasser. Dus ik heb geen vaatwasser, nee, inderdaad. Nee, je krijgt geen natte handen. Je kan er goed bij afwassen. Dus ik vind het wel een heel goed idee voor het beste idee van Nederland. Linda, succes! Mooi, hè, zo? Ze hebben een goede uitvinding, waarvoor hij is veilig. Het kindje kan alles goed overzien en ze kan eigenlijk nergens heen. Robin, succes met de uitvinding. Ik word er heel erg vrolijk van. En Smeetje ook. Eén groot feest in de keuken hier, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen met deze fantastische doel. Hier, Smee, dan gaan wij even proeven. En gaan we soep maken. Succes. Goedenavond. Wat is dat? Nee, daar is het niet voor bedoeld. Het is voor bedoeld om servetten mee te vouwen. Ik vind het wel een leuk idee. Ik vind het idee ontzettend aardig. Hoe kom je erop? Ik denk dat het nog een beetje uitgewerkt moet worden. Maar god weet, en kleine servetjes dus. Geen papieren servetjes, want die scheuren. Tessa, ik hoop dat je ermee wint. Want het is natuurlijk wel een heel origineel idee. Meisje van 9 die heeft bedacht dat je niet meer 4 aparte pannen onderzetters hoeft te hebben, maar dat je dus gewoon alle 4 de pannen tegelijk op de tafel kunt zetten. Een heel goed idee, want zoveel leuke onderzetters zijn er niet. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, ik vind ze wel en fors. Dus lief meisje, ze mogen wat mij betreft wat kleiner. Jou wens ik heel veel succes en ga zo door, dan horen we vast nog van je. Hij ging weg. Ik had het gevoel dat ik hem goed raakte, maar hij ging toch de andere kant op dan ik had gehoopt. Ik denk wel voor therapeutische doeleinden. Denk ik dat het een goed item is. Loek, bedankt voor het uitproberen en succes in de halve finale. Ik heb net lekker een marginale cocktail. Valt er opeens iets voor me heen en op mijn schoot. Schrik me dood. Ja. Een vreemde man die daar zijn hollandstok neerzet. Ja. En die viel natuurlijk.
Als ik ergens ga zitten, dan valt hij om als ik hem ergens neer wil zetten. Dat is de oplossing. Vind ik een goede uit weer. Ja, dat wel. Wim en Fons, het is een geweldig idee. Heel veel succes ermee. Watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Je kan met dit idee, eerste idee, kan je heel veel kanten uit. Dus dat vind ik wel mooi eraan. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Voor in winkels of beurzen, dat je gewoon heel snel een interieur kan opbouwen. En ik denk dat het daar meer, dat het daar heel functioneel voor kan zijn. Watch this. Get stupid, get stupid, get stupid. Je kan eigenlijk zelf de hoogte van je kast bepalen. En als je hem dan wat lager doet, heb je een beetje een laagtafel waar je televisie op kan zetten. Dat is echt een meegroeikast. Valentijn, we willen je kast op. Succes! Succes ermee! Zondagmorgen, dus de dag begin je altijd met een goed ontbijt. Uiteraard zijn mijn rubbertjes schoon. En dan wil je lekker een schuitje opbijten. Zo. Deze uitvinding moet ervoor gaan zorgen dat de beschuitjes heel blijven. Nou, natuurlijk laten we verrassen. Zo Willem, een lekker beschuitje uit jouw bus. Leuke creatieve uitvinding. Alleen, laten we alsjeblieft hopen dat beschuitjes wel heel uit de supermarkt mee naar huis gaan. Anders hebben we een probleem. Maar, al met al, ik word er vrolijk van. Loslaten wat we gewend zijn. Als je een achterzwaai maakt, dat je hem loslaat. Dus je moet hem blijven vasthouden. En dan denk ik dat je last hebt met de achterzwaai. De slag wordt kleiner, dus je hebt een kleinere beweging in je schouder. Dus voor mensen die daar last van hebben, kan het een uitkomst zijn. Het zit tussen wandelen en Nordic Walking in. Shalom! Succes!